Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Black and White 2 Soul Link. Dit is volgens mij aflevering 10 en we zijn nog steeds bij het begin. Ik ben trots op ons. Ja, als je denkt van wow, what the fuck is dit? Dit deel van de game ken ik niet. Had je vorige 10 afleveringen beter op moeten letten. Inderdaad, één. Oh, en we doen trouwens nu met laatste letter. Heel ziek. Boy, yo. Hug A? Nee, ik noem hem wel My Lanning. Past dat weer niet? Nee, dat past niet. Milan. Ja, we moeten het nu met laatste letter doen, dus ik doe het op de foute Engelse manier wel. Beetje jammer. Er zijn een aantal mensen die durven dat nog steeds. Oh, hij staat nog op 4. Oh, het is er nu ook ineens nacht, joh. Ja, 9 uur geweest. Oh ja, tuurlijk. 9 uur. Maar je hebt natuurlijk de nieuwe podcast met Justin geluisterd. Ja. Hoe heet het? Zondag komt er nog een aflevering met Justin. Alleen die is wat persoonlijker. Het is best een leuke aflevering geworden. Oeh, persoonlijk? Interessant. Oh, what the fuck? Waarom krijg ik nu allemaal berichtjes? That is not what I'm willing. Bianca, geef me een Pokémon in. Oh, ik ben weer veel te traging. Sunflora's. Oh, nee. Oeh, Crocodile. Oeh. En Aerodactyl. Oeh. Ik denk... Nou, wat is slimmer? Misschien... Ja, ik weet het niet. Ik denk dat ik toch voor Crocodile zou gaan, ja. Trouwens. Ik ben ik ook van plan. Ligt er een beetje aan wat jouw Pokémon zijn. Ja, laat me nou gewoon naar Bianca gaan. Huig. You gamer. Yep. Oh, Bianca, what the fuck? Dat is Bianca daar in de verte. Ja, yeah. Dit hebben we echt al 10 keer gedaan. Nee, 55 keer toch? Als ik... De game files moet gelopen. Dat klopt, ja. Nee, 56. Laron? Gadverdamme. Oh, ja, Scyther is cup met Evolve. Ik denk dat ik haast wel moet gaan voor Laron, toch? Ja, dat zou ik wel doen. En dat is Rock Steel. Op zich best... Of Steel Rock, eigenlijk. Op zich best wel oké. Okay. Ja, ik had graag Scyther willen doen, maar Cleavor zit niet in deze game en Scissor is te moeilijk. Inderdaad, denk ik. Hoe moet ik deze guy nou in noemen? Iets staligs. Oké. Kom maar op, hug met je. Pokémon. En hij heeft een Sunflora. Dit is een topkeuze. Wacht, kun je... Ja, het kan. Ik weet niet eens of het 2 plus is. Misschien is Laron wel 3 plus. Kijk hoeveel XP die Sunflora gaf. Wat? Dat heb ik niet gezien. Ik ben in één keer level 8. Niet gezien, nee. Oh, dat is... Nou, nu gaan we het sowieso winnen. Ik denk trouwens, hè, jij bent zo'n pro-gamering inmiddels, want jij doet zo'n zieke hardcore nuzlocking. Ja. Yeah. Hebt Crystal al verslagen natuurlijk inmiddels. Nou, ik moet weer opnieuw beginnen, hoor. Oh. Hoezo? Ik denk, jij bent nu hartstikke goed. Jij hebt zo'n hardcoring gedaan, dus nu is zo'n Soul Link easy gaming. Nou, dat is het op zich ook. Alleen, ik had ook niet echt geluk, zeg maar. Nee, dat is ook. Het step is zo slecht. Ik heb Ren en de Scoonings. Oeh, bij jou is het nice. Bij jou is het Volbeat. Dat is ook niet slecht. Dat is wel lekker makkelijk. Oké, ik ga meteen naar de encounter. Behalve qua XP. Oké, jij begint weer. Voor een Steel Pokémon valt het wel mee. Ja, op zich nog steeds level 6. Bijna level 7 dus. Oh, waarom denkt Bianca nog steeds dat ik niet snap hoe een Pokémon werkt? Wees blij dat je Sunflora niet gekozen had, anders
Ja, nou, oh nee, dan had je Dupes. Dan had je zo'n Dupes Claws. Of is dit Species? Ik heb hem. Claws. Ik denk dat dit Species is trouwens. Nou, nee, dit is... Ja, dit is Species, ja. Nou ja, nu niet, maar als je zijn voor had gepakt. Nee, dan was het Dupes. Ja, dan was het... Huh? Ja, als die Sunkern nu een Sunflora was geweest en je had ook nog eens Sunflora gepakt, dan was het Dupes. Als je alleen als starter Sunflora had gehad, dan was het Species, zeg maar. Inderdaad. Ja. Dan is het... Yo, Potion? Ik had ook nog eens een Magnemite kunnen vinden hier. Magnemite, maar jij hebt je guy al, hè? Ja. Ik kom zo ver achter. Dat hoort een beetje bij de serie. Dat is een, zeg maar een beetje hoe wij rollen. En vorige aflevering niet. Vorige aflevering liep ik volgens mij ook een aantal keer voor. Nee. Jawel, ik heb Huig verslagen en jij niet. Dat klopt, maar dat was omdat ik hier moest wachten totdat jij je encounter had gedaan. Oh, doe maar weer zo. Nee, het klopt wel, maar... Ik vind het niet leuk om terug te horen. De waarheid is pijnlijk. Goed, ik wacht hier wel. Wat moet ik hier nou mee? Het is ook nog super effective, maar misschien heeft hij alleen whirlwind. Uh-oh. Pokeball gooien maar, want hij heeft sowieso alleen whirlwind op dit. Ja, dag. Wordt het weer zo net als hoe je Zapdos opeens in een Pokeball ging? Oké. Kijk, ho-oh, je bent de liefste misschien wel. Oké. Nee, je bent de kutste. Ook goed. Zo, één keer meteen schelden. Nee, ja, als hij zo gaat doen. Ik deed nog hartstikke leaving tegen die guy. Oh. Whirlwind Field? Oh, sorry, alsjeblieft. Oh, is dat... Oh mijn god, is dat staal maar dan de scheikundige term van staal? Ja, maar ook in ion vorm for some reason. Ja. Ja. Je kan me alles wijsmaken. Wat niet logisch is trouwens, want een ion zou opgelost moeten zijn in water. En dan zou het eigenlijk een watersteel type moeten zijn. Dan zou het logisch zijn, maar dat boeit niet. Je bent mijn ja, ik kan je alles wijsmaken volgens mij in dit gebied. Nee, FE is ijzer gewoon in vaste vorm, zeg maar. Okay. Weet je dat ijzer ook de eerste... Yo, hij wint gewoon! Wat een onzin! Nee, wat doe ik? Ja, we gaan sowieso door jou nu verliezen. Oké, ik ga wel even meer Pokémon zetten. Ik ga wel eventjes die Sunken releasen, want dit is natuurlijk wel een beetje jammer. Sorry. Wat was het ook voor domme actie? Dat is een goede vraag. Maar leuk, wil je mijn feitje over ijzer nog horen? Ja, zeker. Dat is de eerste guy uit het periodiek systeem die ontdekt is. Wat op zich ook wel logisch is, aangezien de anderen best wel abstracter zijn. Nou ja, dingen zoals koper niet, maar de meeste scheikundige elementen zijn iets abstracter, zoals zuurstof. Dat zagen mensen niet, dus is niet op zich wel logisch dat dat later pas ontdekt is. Ja. Scheikunde les met Sandering. Ja. Nou, dat is scheikunde een beetje. Dat is niet zozeer de les. Voor mij wel. Oh. Je had ook een Tropius kunnen krijgen. Die had ik wel willen hebben. Dat had ik zo'n banaantje. Dat had ik hem... Oh, daar had ik weer een scheikundige naam gegeven. Ja, maar dat is leuk. Dat is een coole... Had ik hem C6H12O6 genoemd, want dat is wat planten produceren. Dat is glucose. Dat is ook voor de biologie mensjes onder ons. Het is wel leuk als je dat als een soort team doet in je games. Vorige keer hadden we één letter tekort, nu doen we gewoon allemaal scheikundige dingen. Ja, ik hoop dat het lukt. Als we nu weer zo'n Bastion krijgen, noem ik hem wel Shielding.
Ja, dit is ook alleen voor mij grappig, dus ik weet ook niet waarom ik dit... Nee. Sorry, boys. Sorry. Oké, daar gaat... Oh ja, god. Jezus. Win, Sander, win. Doe IJzerstaart. Yo, IJzerstaarting? Die heeft hij niet eens. Slow start, slow easy kill. Start. Net als die smoetje. Headbutt is echt op low level een goede aanval. Ja. Hoofdstoot. Hoofdstoting. Dat was de paddenstoel. Rood met witte stippings. Hij was niet rood met witte stippings. Is een shiny rood met witte stippings? Dat zou ik wel heel ziek vinden. Nee, hij is... Hij houdt dat bruine, alleen dan is de groene stippen is wel rood. Waarom doe je geen mutslap? Oh ja. Omdat mutslap fucking trash is. Oh, maar hij is wel ground. Oh, het is net zo sterk. Oh, en het was een crit. Nee, never mind. Het doet ons beter. Ik wou net zeggen, oh, hij was helemaal niet zo heel slap. Toen zei jij dat het een crit blijkbaar was. Ja, het was een crit. Wat ik niet eens door had. Oh, hij heeft een Pokémoning. Oeh, een Espioning. En ik heb een Magmaring. Oh, heb je die nieuwe Pokémode gezien? Nee. Van mij. Oh ja, die heb ik al gezien. Ja, die van de Love Hotel. Oh nee, wat doe ik? Oké, okay, gelukkig deed ik tackle. Oké. Okay. Nee, ik vond hem zo leuk. 1. Oh, ik heb een Magmar. Ik hou van je. Ik hou heel veel van je, Espion. Nou, dat wordt niet gewaardeerd, blijkbaar. Hij houdt dus niet van jou. Dat is eigenlijk de conclusie van dit verhaal. Ja, normaal heb ik dat effect op vrouwen, maar nu heb ik het dus ook blijkbaar op mannen. Hey, we hebben een pair! Zie! Flauw grapje. Welke drugs ken ik uit mijn hoofd? Ja, niet zoveel. Ik ken niet zoveel structuurformules of molecuulformules van drugs uit mijn hoofd. Je kan hem ook dus. ESP. Heb je een. Is er een iets voor een ion, een code of zo? Nee. Wacht eventjes, MEF. Omdat die psychic is. C10. H22, denk ik. Oh, H15. Oké. Okay. En. Ja, oké. Okay. Nou. Dat we dat nooit maken met de scheikundeklas, dat vind ik echt jammer. Methamphetamine, zoals ze dat in Breaking Bad zeggen. Voor de Breaking Bad kijkertjes onder ons. Die bestaan niet. Nee? Nee. Oh, jammer. Yo, it do be droog. Dit lijkt wel real life. Ja, vandaag wel, maar andere keren regent het weer. Met back uit de hemeling. Back in uit de hemeling. Ja. Goed. Nice. Voor Chassis Range Encounter is een Rock'n'Rolla. Wacht, Rock'n'Rolla is? Rock. Geen ground? We gaan wel eerst even proberen te vangen. En dan gaan we daarna wel kijken. Oeh, ik heb hem gevangen in ieder geval. En hij is inderdaad Rock. Ik ga eerst even healen. Zo schrijf ik dood en dan haat ik mijn leven. Ik wacht wel eerst inderdaad of tot jij je encounter hebt gehad. Ja, wacht jij maar lekker in de penis. Ja, daar houden we van. Als die hier nu een mug zit, hè? Oeh, een zigzag oen. Oké. Zou ik een tackletje, zou die dat kunnen tanken? Jawel. Misschien mutslap wel, want mutslap is nog meer trash. Trash Bandicoot? Trash Bandicoot, oh die vind ik leuk.
Wat moet trouwens nou weer met een normal guy? Normale dingen. Ja. Dat is heel normaal in de scheikunde. Weet ik eigenlijk niet. Dat is normaal in de scheikunde. Sander, weet je wat ik trouwens heb gekocht? Nou? Een hamster. Kaboom. Oh, echt? Ja. Wat ziek. En hij heet geen Dedenne. Want het is een meisje en die heet ook geen Dedenne. Oké. Het is zo lief. Kan ik niet iets met... Oh, wacht, ik weet het wel. Ik noem hem gewoon na een scheikundige. Want dat is normaal. Als jij dat normaal vindt, nee. Schrijf je dat zo? Ik heb geen idee. Ja. Ik heb het nog geen 2 seconden geleden over mijn hamster gehad. En ze denkt meteen van, yo, laat ik even lawaai schoppen en op het ratje gaan rennen. Ja, ja. He do be running on the redding. Yo, maar we hebben gewoon 3 Pokémonings trouwens. Niet zo hard, Sandering. Oh, ja. Anders krijgen we straks weer gezeiking. Tracks we going to verliezing him. Ja, daar hebben we geen zin in. Nee, dat hebben we zeker niet. Enig idee welk level de gym leader ook alweer is? Nee. Maar het zal vast niet hoger dan level 10 zijn, toch? Ja, Brock heeft level 14 in... Ja, maar Brock is ook laat in de game, voor mijn gevoel. Brock is meteen even ready in Forest en hier moeten we nog wat. Ik denk echt niet dat het later is, hoor. Nee. Ik had een Brock en Rolla moeten noemen. Brock en Rolla. Volbeat. Maar die mag je niet vangen, toch? Nee. Nee, maar ik zit nu bij alles alvast scheikundige namen te bedenken. Ja, dan had je gewoon iets van licht moeten doen. Want hij heeft toch zo'n staart in licht. Ja. Oh ja, dat kan ook. Ik dacht te veel in formules aan het begin. Je had een prisma kunnen noemen, dat heeft toch met licht te maken? Of... Ja. Wat te vlot, ik weet wel iets. Ja, ik ben trots op je. Dank je. Ja. Oeh, die Ommestar kan best wel gevaarlijk zijn. Maar oma's, the star is gone. Opa Stern, zo heette die bij mij. Oeh, wacht, fuck, Centum. In Type Lock. Dat is echt alweer jaren terug. Nee, maar echt. Dat was niet eens een joke jaren terug, zeg maar. Dat is echt jaren terug. Oh, zo'n Blitzel. Ja, ik wou dat mijn Ground Type Move een beetje werkte. Maar dat doet hij niet. Kijk. Oh, oh. Ah, hij is minder slecht dan dat ik had gedacht. Een Relic Band. Er is altijd elektriciteit. Relic Band als je voor bed bent. Oh nee, dat is niet hoe dat werkt. Nee, dan gaat iets niet helemaal goed. Yo, zo'n Glying Garing? Zo'n Glying Garing. Kiboom. Ja, het moet wel. Helping Hand Ding. Okay. Fusion Flare TM, wat? Yo, rustig aan, grote. Fusion Flare. Weet je van wie die aanval is? Reshiram? Ja, Reshiramming. Oké, ik zei het niet verkeerd, Tom. Gelukkig. Ja, niet van Zekroming, want dat is een elektrische boy. But I haling the car door de warring. Nou, toch niet, want het ging allemaal nee, goed. Ja, nee, blijkbaar niet, inderdaad. Dus je bent ergens toch een Pokémon Master, Sander. Ik had Mantyke vandaag ook echt fucking vroeg. Maar ja, dat komt ook omdat ik altijd met Bibarel begin. Was het? Wie was het? Mantyke? Ja. Wajow, hè? Oh, heb jij hem nog niet gedaan? Nee, dus doe ik hem straks in 1 keer. Doe ik net alsof ik het uitgehaald in 1 keer heb gedaan. Wow. Maar volgens mij heeft hij een sandbagging. Dan ben ik de enige echte Pokémon meester. Je zei tegen mij al van, hoe doe je dat of zo? Nee, ja. Magische poeder. Oh ja, klopt. Nee, jij zei van, hoe doet hij het? Toen zei ik, magische poeder. Ja, maar dat... En toen zei jij van, nee, Pokémon meester. Terwijl dat helemaal geen antwoord is op je vraag. Nee, Pokémon meester zijn. Ah.
Alder, geef mij Randeries. Oh, jij bent zo ver van tevoren. Ja, mijn speed button geeft ook echt speed. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Nou. Sanderay, ik heb toch gemist met jouw opneming. Wat? Heb je mij gemist? Ja, tuurlijk heb je jou gemist. Oh. Oh, dat is lief. Ik heb je gemist, die. Ah. Heb je mij gebrokt? Oeh. There is no fuck dat like Misty. Het moest ergens fout gaan. Oké. Okay. Nee. Hopen op een... Oh jee. Don't ga fout, alsjeblieft niet. Eén wateraanval en ik ben dood. Oké, okay, ik ben gesleept. Dat is een probleem. Kun je niet switchen? Het gaat goed. Dialga! Fucking hell. Tuurlijk worden we weer genaaid. Dialga hoeft geen probleem te zijn. En dat is omdat... Hè? Huh? En dat is omdat? Omdat ik een ground aanval heb en dat is super effective. Oh ja, Steel Guy. Stealing Guying. Dan bedoel ik niet steel als in stelen, maar steel als in metaalsteel. Ik heb Dialga verslaging. Level 16 is inmiddels assurance. Heb je de rest wel ook leveling? Nee, helaas niet, ding. Maar die ga ik wel trainen offscreening. Leaving blading. Dat is wel ziek. Laat ik eerst even gaan hier. Jij bent ook al bij de gym. Hoe lang zitten we in de episode eigenlijk? 22 minuten. Oh, valt nog best mee. Dus ik hoopte eigenlijk de gymleader gedaan te hebben. Maar ik weet niet of jij dat gaat redden. Ja, jij redt het sowieso wel. Gaan hun ook wat moeilijk doen? Nee. Oh, wacht, ik kan ook... Oh. Wauw. Ik weet al waarom ik zo traag ben. Oh, dit stuk moet ook helemaal nog? Ja, het zijn twee battles. Jezus. Duskbal, dat is wel ziek. Zeker voor donkere plekjes. En je weet het, Sander is vaak te vinden op donkere plekjes. Ja, zoals mijn ziel. Dat is één groot donker gat. Oh. Oef. Wat is dit? Psychic? Ja, psychic Dragon Psychic. Ja, Steel Resist Psychic, toch? Of nee? Denk het wel. Dat dacht ik vroeger altijd. Oh, ik dacht al, waarom doet het niks, maar deze Scolipede heeft Levitate. Oeh, Growfile, dit is wel een ding, kutzooi. Level 13 is zijn ace trouwens. Oké. Okay. Ik heb de gymleader... Oh, ik heb de gymleader verslagen. Ik ga niet redden tot Mr. Man mail. De wat? Tot Mr. Man mail. Nee, tot de meeste gymleader, man. Oké, dat geeft niks. Ik ga alvast gewoon even saven. Dan ga ik niet verder spelen, want dat zou niet zo handig zijn. Hij doet Psywave. Weet je wat kut is? Dat resist niet. Dat resist ik niet, omdat het Psywave is. En ik moet heel erg oppassen, want het kan variëren in damage. En hij doet Wish. Dus hij kan heel erg stallen. Dit is wat ze noemen niet leuk. Not so pogging. Oh, Wishfield. Oh. Ja, omdat hij al Wish gedaan had natuurlijk. Wish, jongen. Je moet straks gaan struggelen, denk ik. Nou, bijna wel. Tackle, misschien doet Wish helpt. Ja, oké. Okay. Dan ga ik nu inhalen. Misschien. Oké, okay, dit was een low roll. Psywave. Oké, okay, hij doet nog een keer Psywave. Dat kan slecht uitpakken, kan goed uitpakken. Pakt goed uit. Oké. Okay. Ja, nice. Lekker baby. Lekker baby. Kaboomie. Sorry kat. Sorry. Sorry kat. Ik zei al zo sorry. Ik vind het niet leuk. Dat was iets te hard, denk ik. Dat lekker baby. Ja, die kat van jou heeft helemaal niks te zeuren.
Zien jullie nou mijn ketting? Oeh, Malouette. Dit is... Oh, wat doe ik? Niks aan de hand. Of had ik... SPN heeft nog geen psychic type moves. Dus... Oeh, dat was een goede aanval. Wat? Laat hem... Hij moet gewoon lekker quick attack blijven doen. Wat? Doet 1 upgrade damage. Oh, zo. Hé, we hebben trouwens... Tenminste, ik nog niet. Ik heb trouwens helemaal niet abilities gecheckt. Oh mijn god, ik ook niet. Metalen klauw! Metal claw! Ja, voor harden of voor tackle? Ja, ik ga sowieso toch bijna amper tackle gebruiken als ik habit heb trouwens. Metapods! Mandalayev? Hier is ook zo'n leveltje omhoog. Nice, hé. Dan ga ik nu Mev voorop zetten. Ik kan hem ook gewoon Mev kunnen noemen trouwens. Of Crystal. Nee. Nou ja, had wel gekund, maar... Nee, ik vind juist wel leuk dat je die dingen doet, die scheikundige namen. Ik vind het wel grappig eigenlijk. Nou, okay. Ik ga waarschijnlijk heel snel al iets verbreden door ook natuurkundige dingen erbij te doen. Dat is iets makkelijker. Prima, Gima. Ik wil wel graag deze aflevering beëindigen, denk ik. Then we going to doing that thing. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vonden jullie dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zien we jullie heel graag de volgende aflevering. Wat is het? Ik heb mijn intro moment nooit uitgezet. Oh, Sander. Oh, dit is echt top. Leuke aflevering, yay! Adios, amigos! Yeah.